het heerlijke avondje is gekomen. Het heerlijke avondje is zelfs alweer geweest. En ik ben zelf ook goed bedeeld met mooie cadeaus. Waar ik heel blij van werd. Maar waar ik nog blijer van werd, waren de video's van alle mooie techniek surprises die mensen naar mij opgestuurd hadden. We hadden een oproep gedaan omdat we dit jaar niet een surprise lab konden doen in het Science Center van de TU Delft. Om je eigen techniek surprise thuis te maken. Een paar voorbeelden gegeven hoe dat zou kunnen. En natuurlijk, laat dan zien wat je gemaakt hebt. Nou, daar hebben we een paar hele mooie voorbeelden van in de mail en op social media gezien. Bijvoorbeeld deze telefoon die echt geluid maakt. Hoi, mijn naam is Benjamin. Dit is mijn surprise die ik heb gemaakt. Het is een telefoon met TikTok erop. Omdat degene die ik heb getrokken super erg van TikTok houdt. En als je dit ijzertje hier tegen me doet, dan hoor je een geluidje. Geluid was sowieso een thema. Deze mooie geluidsinstallatie werd op Twitter getoond. Werkt ook op basis van dezelfde zingende kaarten als in de eerste video getoond werd. Zelf hebben we natuurlijk ook een techniek surprise gemaakt hier thuis. Dat was een hockeyveld met een bewegende keeper. Verder zag ik deze zenuwspiraal. Een surprise gemaakt. Een soort zenuwspiraal. Kijk, dan moet je zo heel voorzichtig omheen gaan. Kijk, als je hem raakt, wil je zoomen. Ja. Hieronder zit het elektriciteit. Daar heb ik zwart gesoldeerd. En rood aan het tjongje en rood aan de batterij. Het hout heeft mijn vader van de schuur. De klerenhanger. Toen ben ik naar de klerenhangerwinkel gegaan. Nou, gewoon naar een winkel met allemaal kleren. Daar hebben we klerenhanger gekregen. Twee. Eentje was voor dit ding. En een ander ding was voor dit ding. De kurk heb ik van de buren gekregen. En op Instagram werden ook techniek surprises gedeeld. Deze disco met echt geluid. En tenslotte deze echt werkende viool waar ook weer geluid uit kwam. Het is een meisje die viool speelt. En als ze kan het dus echt gebruiken door de strijkstok op de snaar te zetten. Iedereen die een surprise ingestuurd heeft, super bedankt. Ik word er heel vrolijk van om te zien dat mensen lekker met techniek aan de gang geweest zijn om mooie surprises te maken. Ik hoop jullie volgend jaar allemaal weer in het echt, in levende lijven te kunnen ontvangen op het Science Center van de TU Delft. Tot volgend jaar.